achtergrondstudie naar de multiperspectieve analyse van de oorzaken van ontbossing, bosdegradatie en de uitdagingen voor REDD+-activiteiten. Dit was de titel van het onderzoeksrapport dat vandaag is besproken tijdens een workshop gehouden door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling, NIMOS. Doel van de workshop was het valideren, het bekrachtigen van het onderzoeksrapport. De presentatie van het onderzoek vond plaats in het Laroek-gebouw. Volgens NIMOS zal Suriname REDD+ gebruiken als instrument om duurzaam bosgebruik in het kader van duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het rapport is daarom belangrijk voor de vergaring van voldoende informatie en data over de huidige situatie van het bos. NIMOS is namelijk belast met de nationale uitvoering van het REDD+-programma in samenwerking met SBB en met ondersteuning van het United Nations Development Programme, de UNDP. Volgens Sarah Krabbe van de Forest Covering Monitoring Unit van SBB is de situatie van het bos goed in kaart gebracht vanuit de verschillende perspectieven. Suriname is een heel bijzonder land, omdat er bijzonder veel bossen voorkomen. Het is het groenste land ter wereld. We hebben een bosbedekking van om en bij 93% op dit moment. Het is ook een land met een enorme culturele diversiteit. En deze twee elementen zijn bepalend in het kiezen van de richting die we zullen uitgaan met het REDD+-programma. Dit hebben we ook meegenomen in deze studie. We hebben met deze studie, die heet Multi-Perspective Analysis of Drivers of Deforestation, Forest Degradation and the Barriers for REDD+, hebben we getracht om na te gaan wat er aan de hand is in het bos vanuit verschillende perspectieven. Dus we hebben de verschillende sectoren betrokken, de mijnbouwsector, de landbouwsector, de bosbouwsector. We hebben de gemeenschappen betrokken om te kijken hoe zij het bos zien, waarom voor hen het bos belangrijk is. We hebben gekeken vanuit het technische gebied, vanuit het kaartmateriaal, vanuit metingen die in het bos zijn gedaan. En deze elementen hebben we allemaal samengebracht in deze studie. En vandaag wordt het resultaat eigenlijk aan de stakeholders gepresenteerd. En gaan we proberen om te kijken of de resultaten die zijn gevonden eigenlijk of ze steekhouden, of iedereen het eens is, of er dingen zijn die nog moeten worden aangepast, zodat we eigenlijk binnen om en bij een maand, tegen eind van het jaar, begin volgend jaar, kunnen komen tot een product dat kan gebruikt worden als input voor het bepalen van de strategie, de REDD+-strategie, waar het NIMOS dan eigenlijk volgend jaar mee van start zal gaan. U zag en hoorde Sarah Krabbe van de Forest Covering Monitoring Unit. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS, hield vandaag een workshop om het onderzoeksrapport van onder andere de oorzaken van ontbossing voor REDD+-activiteiten te valideren.